Volksgezondheidsminister Umar Ramadien weerspreekt verklaringen dat hij gezegd zou hebben dat zorgwerkers met ontslag moeten gaan als ze het niet eens zijn met een tegemoetkoming van de staat. De bewindsman sprak de media vandaag na een onderhoud met de voorzitters van de ziekenhuisbonden. De bonden belegden zaterdag een congres om vermeende uitspraken van de minister tijdens diens werkbezoek aan het Mungra Medisch Centrum in Ikeri te bespreken. Het is nu Ramadien die aan de vakbonden heeft gevraagd hun opmerkingen te corrigeren. Er is een congres geweest afgelopen zaterdag. Daar zijn er verregaande uitspraken gedaan. Er zijn besluiten genomen door het congres. Er zijn ultimatums gesteld. De minister is beschuldigd, althans, er zijn opmerkingen geplaatst dat ik een uitspraak gedaan zou hebben tijdens een werkbezoek in het Mungra Medisch Centrum. Dat ik in principe mensen ontslag heb aangeboden als ze hun koopkrachtversterking van 1100 SRD niet zouden accepteren. Laat me gewoon de conclusie, want het hele verhaal is niet belangrijk. De conclusie is dat die opmerking nooit door de minister van Volksgezondheid is gedaan, op geen enkel moment. Op geen enkele setting. Ik ben daar 2 dagen geweest en ik heb op geen enkel moment die opmerking geplaatst. De minister geeft verder aan dat hij tijdens het onderhoud met de vakbonden de vraag heeft gesteld waar de informatie over de uitspraak die hij gedaan zou hebben in Ikeri vandaan komt. Bondsvoorzitter Imro Edam van het Marwina ziekenhuis en het Slans Hospitaal zegt dat zaken niet verdraaid moeten worden. Achteraf hebben we begrepen dat de man nu aangeeft dat hij met de hoofden en de directie daar aan tafel heeft gezeten en ook vertegenwoordigers van de bond. We hebben de informatie van de vertegenwoordigers van de bond en wij vertolken de medewerkers. En hij geeft aan dat wij tenminste hoor en wederhoor zouden toepassen, moeten toepassen. Ik heb hem toen gevraagd aan wie zouden we dat moeten doen. Want dezezelfde minister, je schrijft en die meneer reageert nooit. Ik heb de meneer en die meneer reageert nooit. Aan wie zou ik dat moeten toepassen? Wanneer het op aankomt dat men ergens zegt, ergens gevoeld, ergens gedrukt, dan komt men wel. Na onze schrijven en het woordje oorlog die waarschijnlijk ieder getiggerd heeft, misschien ook, is dat ook onze strategie, we zijn vakbondsleden. Het heeft gewerkt, want dat zijn we in 1 keer uitgenodigd. Dat is onze strategie. Het woordje vakbond is gewoon een oorlog, is een vakbondsterm. Het is niet letterlijk. Bondsvoorzitter bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Lloyd Pohl, zegt dat hij de situatie met betrekking tot de uitspraken van de minister in het midden laat. Hij geeft aan dat als de minister de uitspraken daadwerkelijk heeft gedaan, hij die moet corrigeren en niet andersom. Voor wat betreft de ontevredenheid over andere zaken, zoals de koopkrachtversterking voor de zorgwerkers, wordt er nog onderhandeld. Aldus Pohl.